thuis, hè? Ze moet huilen. Vuile oh, nee! Hey, jij daar. Mijn naam is Tom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Team Mac. Vandaag met niemand minder dan... Sam. Van Dijk. Eindelijk. We made it. We proberen al zo lang te plannen om een video te filmen. Eindelijk, ja. Het is gelukt. Hoe is je zomer? Heerlijk. Lekker uitgerust. Nog vrienden geprankt? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, kijk, wij doen vandaag een nieuwe aflevering van mijn serie Vrienden overstuur. Als je het niet kent, dit is de serie waarin wij mijn kijkers uitdagen om jullie vrienden te pranken, dat vervolgens te filmen en weer terug te sturen naar ons, dat wij daar nu op kunnen reageren. Dus zat ik de vorige keer met Marije Zuurveld en toen hebben wij de opdracht gegeven, vertel je beste vriend of vriendin dat je over een week al naar de andere kant van de wereld verhuist met je vader een nieuwe baan heeft. Ja, of je moeder. Goed gelukt? Weet ik niet, maar we gaan er sowieso een leuke video van maken. En aan het eind van deze opdracht geven wij weer een nieuwe opdracht mee voor de volgende aflevering. Plus we kiezen een winnaar uit voor deze aflevering die 50 euro shoptegoed of 25 euro cash verdient, wint voor mijn webshop. Goed verhaal. Lekker kort. Wat verwacht jij? Ik ben benieuwd. Echt benieuwd. Mensen een beetje geloven. Ja, maar... Ik hoop dat het een beetje real is, zeg maar. Hoe zou jij reageren als je beste vriend naar Amerika zou verhuizen? Ja, ik zou wel echt een beetje shocked zijn, denk ik. Zou je huilen? Nee, dat denk ik niet. Of zou je denken van, ah, ik zoek wel... Als iemand daar is. Ik zoek wel een nieuwe vrienden. Nee, dat... Gewoon als reactie. Oh, ja, het is jammer, maar dan... Oké, dan ga ik nu op zoek naar vervanging. Oké, ben je er klaar voor, Sammy? Ik ben er helemaal klaar voor. De eerste inzending is van deze dame. Hallo mensen, vandaag ga ik mijn vriendin Fleur pranken. Zij komt ook weer naar mij toe, zij komt dan naar de jury vanavond. Dus ja, als jullie gaat horen, mijn puppies. Dus mijn honden. Ja. Zo. Wat een kut als je puppies gewoon überhaupt de hele dag geluid maakt. Puppies? Die beesten zijn... ...in groot. Ik denk aan die Harry Potter hond met drie hoofden. Ken je dat? Is nou geen broek aan? Nee. Niet veel broek. Oké, ik maak wel geappt. Zal ik je iets vertellen? Ja. Nou, nu komt het hoor. Ik had u geappt dat ik u iets moest vertellen. Maar, ik verhuizen. Er is een beetje wat gingen. Helemaal niks. Ik ga verhuizen naar Amerika. Ja, toch eigenlijk daarin. Maar het is toch iets anders geworden. En het is ontstaan in Spanje. Voor altijd zijn ik al rond. En binnen nu een beetje zeg maar. Binnen nu en een week vertrekken ze. En dat zeg je niet eerder. Ja. Dat zeg je niet eerder. Oh. Ik weet ook nog net. Oh. Ik vind het wel zielig. Ze gaat de beste vriendin gewoon. Ze denkt nu gewoon, ik raak je kwijt. Ja. Serieus? Ja! 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 Er zitten al die jongens opgeschreven. Huh? Wat? Ik hoorde het. Wat? Wat zei ze? Dan zit ik nu met al die jongens opgeschreven. Echt? Wat doen jullie dan? Delen jullie je vriendjes normaal? Fixetje. Al haar jongens gaan dus door naar de beste vriendin. Nou, hallo. Ik heb ook niet meer gekozen om even Spanje te verhuizen. Want ja, nee, ik ga naar Spanje toe. Het is sowieso een iets andere taaltje. Echt? Nee, jongens. Geen, dat is echt niet meer. Ja, echt wel. Nee. Ze moet huilen. Nee. Fucking zielig. Oh nee. Is ze aan het huilen? Ja. Ik ga mijn vader bellen. Ja, ik ga mijn vader bellen. Alsof je vader gaat zorgen dat zij niet naar Spanje verhuizen. Maar dat meisje met die witte trui aan, die doet ook gewoon agressief terug. In plaats van dat ze gewoon lief zegt, ja sorry. Ja, doe maar lekker. Bel ik je vader. Doe maar. Hoi. Keus met biljarten. Dank je. Keuschap, een keu. Waar je mee speelt. Oh. En anders, ik heb zoveel keus met biljarten. Snap je, jongen? Niet zo goed. Kun je me komen ophalen? Kun je me komen ophalen? Nee. Nee, ze kun je niet zijn. Ik ga bij mij. Elke seconde van de dag ga je bij mij samenrennen. Ik ga jongen. Elke dag. Elke dag. Een week afspreken. Maar ze gaat wel echt eerder weg. Nu zo'n grapje, ik ga morgen al. Maar ze is echt aan het huilen. Ik ben zo benieuwd of het echt is. Dit is wel echt. Schat. Serieus. Wel zielig. Ja, wel slecht. Gewoon je vrienden laten huilen voor mijn video. Ja, die paal kan helemaal snel komen. Duimpje omhoog. Moet die paal snel komen. Wow, kijk mijn duimdans. Huh, camera ziet er lijp uit, doe nog eens. I know, op camera ziet er inderdaad lijp uit. Vond je zielig dat zij moest huilen? Nou, als het echt is, vind ik het wel zielig. Het was echt. Nee, ik weet zeker dat het niet echt was. Nee, want je kan niet helemaal zo toevallen. Even zo'n poeltje. Met stem ik vond het gewoon echt. Stem ja of nee?
Hoi, fijn dat ik kom. Oké, deze zat er dus tussen mijn inzendingen. Maar volgens mij snapt zij niet helemaal het concept. Want ik snap nog steeds niet wat deze video is. Ik probeer nog steeds te ontcijferen wat het is. En ik heb het nog niet gezien. Laten we eens kijken. Nou, ik ben Leila en ik heb Star Stable nog niet opgestart. Maar, StarTable. Speelt mijn zusje non-stop. Wat is StarTable? Het is een spelletje op de computer met paarden. Verschrikkelijk. Nee. Nee, niet verschrikkelijk. Ik heb een Windows 10 en wat ik dus al zei, als je daarop. Maar ik vind het echt een heel leuke app. Je hebt het helemaal verkeerd begrepen, denk ik. Ik denk gewoon dat zij denkt. Wat dat, denkt zij? Ik denk dat zij denkt dat ze de lievelingsapp moet vertellen of iets. Nou, eerlijk, als je dit ziet, je bent super schattig. Maar heeft dit filmpje de verkeerde mailbox bereikt of is het jouw plot om onze tijd te verdoen? Ik denk dat het gewoon verkeerd is begrepen. Ja, doei. Dit was het ook echt gewoon. Ik weet niet. Ik weet serieus, ik ben veel van StarTable. Okay, we kunnen het aan Lizzie vragen. Ja, ik ga het aan mijn zusje vragen voor je. Als je even reageert op deze video, dan gaan we dat doen. Ja, dan kun je misschien samen met het zusje van Sam spelen. Oké, volgende. Let's go. Jullie dienst nu naar wc en ik ga zo de prank op het uithalen. Dus ik zet jullie hier neer. En ik denk dat het nog wel aangepast is met deze peer ervoor of zo. Ik denk dat ik nog wel ga aanpassen met deze beer hiervoor. Wat bedoelt ze? Ze bedoelt dat ze daar met je camera achter verschuilt. Ze verschuilt daar gewoon die dingen achter. Oh, spoeltje laten. Oh. Ah, ga door. En ik denk echt dat ze keihard gaat schrikken of keihard gaat lachen. Eén van de twee. Jij hard gaat schrikken, heb ik nog nooit gehoord. De bedoeling is toch dat ze gaat huilen of wat? Niet lachen? Nee. En het is echt helemaal niet normaal. Ik ga zitten. Ja. Ga zitten, want dat zat zo. Niet lachen, ik heb een verrassing voor je. Ik ga weg. Wij gaan misschien of waarschijnlijk naar Amerika. Verhuis. Dan even Almere. Almere. Daar wil je ook niet wonen. Papa heeft een aanbieding gekregen van een zakenman. Ja. En daar gaan we dan ook een week al naartoe om te kijken zo. En daar zijn we dan een paar maanden en dan. Ik kom nog wel één keer terug naar Nederland om nog echt meer een afscheid te nemen. Daarna gaan we er echt wonen. Echt? Ja, hoezo? Omdat papa dan wou met de zaak en dan verhuizen en dan. Ja. Hoezo? Omdat papa dan wou met de zaak en verder. Tien keer hoezo? Hoezo? Ja, echt? Maar hoezo dan? Hoezo? Maar hoezo moet jij mee dan? Blijf dan hier alleen. Dat wil echt wonen. Dat is waar. Is wel lang? Nee, grapje. Ja, zie je? Ik dacht wel toen je vader en moeder. Nee, dat is een prank. Zo, die grapje komt ook echt uit het gevallen. Oh! Is een prank, joh. Hey, misschien is dit een. Wat vind je ervan, zover? Wie is tot nu toe de winnaar? Tot nu toe nummer 1 gewoon. Je hebt toch wel het meisje met de ponyspel eigenlijk. Je hebt ook precies gedaan wat de. Niet goed. Zou je niet echt een applaus? Kun je zeg maar gelijk een klappen moment? Ik ga introduceren al mijn video's. Blijf een beat. Dat zou dansen. Het is een goed moment om even denk, de video stil te leggen. Want ik denk dat er ook heel veel space kijkers kijken. Er is iets heel bijzonders aan de hand. Jezus. Er is een prijs in deze wereld. En het heet de Televizier Awards. Space is gewoon genomineerd. Het zijn de grootste prijzen uit de Nederlandse media. Echt ziek. En er is dus een nieuwe prijs. En die heet de Televizierster Online Serie. En daar is Space in Space voor genomineerd. Dat weet ik nog niet helemaal wat het inhoudt allemaal. Ja, maar ik vind het echt wel een eer dat we genomineerd zijn. Het is echt fucking ziek. Vind ik oprecht. Nu is de bedoeling. We gaan aan het eind van deze video nog één keer zeggen. Maar wij willen gewoon heel graag dat iedereen gaat stemmen. Heel graag. Wij gaan aan het einde nog één keer jou herinneren en laten zien hoe het moet. Gaan we nu door met de video. Ja. Stem, wij gaan door naar de laatste inzending. Yes. Zo, gaat het? Laat weten in de comments wat een hond zo verkleed. Als je biedt zo'n vlotje en dan dit bruine ding, is het een kleed of een hond. Of een hond. Ik zit er stil op te lachen, maar dat is echt niet grappig. Het is niet grappig hoor, je moet wel lachen, maar het is niet grappig. Je weet dat mijn vader doet nieuw werk. Nieuw werk, ja. En die moet een postkaart gebruiken. Helemaal aan het einde van Portugal, waar is dat? Is dat onderaan of bovenaan? Die vader gaat helemaal aan het einde van Portugal werken. Dat ligt aan welk wijntje komt. Dit is dan niet het begin van een land en een einde van een land? Ze doen gewoon het verste weg. Waar is het einde van Nederland? Is dat Friesland of Limburg? Elke kant is gewoon een einde van iets. Ik ben echt in de war. Oh, misschien wil ze Eindhoven.
Op een week al? Ben je dat? Echt? Ja? Marwan weet het ook al. Mama of Marman? Marwan. Oh. Marwan, nou. Ken jij mensen die Marwan heten? Nee. Nee, snap je? Marwan is de broer, denk ik. Is het echt? Ja, het is echt. Geloof je? Het is echt. Moest je huilen toen je het hoorde? Ja. Moest je huilen toen je het hoorde? Ja, maar mag jij nu huilen? Dat is de vraag. Ik ook. Is het echt? Mm-hmm, is echt. Oh, dat is wel slim. Dit is een ander iemand in het complot zitten om te benadrukken dat het wel echt is. Deze is weer zo fake, jongen. Ja, maar zij is, moet het geloven. Dit is een nep. De nep heb ik eruit gehaald. Wat? Heel random. Ja, weet ik. Mijn vader heeft het gisteren gehoord. Een ripje oma. Nou, mijn oma, dat was niet de eerste waar ik aan dacht. Ripje oma? Ah, die geluiden dat iemand zijn nagels aan het knippen of zo. Iemand nu zijn nagels aan het knippen gewoon boven de camera, gewoon puur monster irriteren. Hoor je die geluiden? Een soort klapperding iets. Is iets. Awkward! Ja. Heb jij nog iets leuks meegemaakt, Sam? Ja, jezus. Bijna jank hier, joh. Dat is wel janken nu. Ik gaap gewoon net, zag je dat? Ik kan geen leven zonder jou. Ik kan geen leven zonder jou. Het is een grap. Is dat? Vuile nee! Oh, dat kan niet! Wat zei ze? De hele tijd gebeurde er niks, nu gewoon in één keer. Huilen! Gat, die chick is. Oké, eerst die spengel ook gewoon. Het is 13 of zo. Dit was wel het wachten waard. Laat het alsjeblieft in. Maar het is voor jullie. Voor kort punt. Ja. Je weet wel gelijk dat weet mij je heeft. Dat nou, joh. Oh, ik vond mij echt een beetje tranenogen. Het was echt wel echt hoor. Oh man. Wow, we gaan zo bekendmaken wie de winnaar is van deze aflevering van. Vrienden overstuur. Vrienden overstuur. Maar eerst gaan wij je vertellen wat de opdracht is voor de volgende aflevering die ik ga filmen met. Laat in de comments achter met wie jij vindt dat ik moet filmen voor de volgende aflevering. Daar ben ik zeer benieuwd naar. Weet je dat nu zelf ook nog niet? Nee. Want het is niet één keer per week vrienden overstuur of iets. Eén keer in de maand. Ah, oké. Okay. De opdracht voor de volgende keer luidt als volgt. Je gaat aan je beste vriendin of beste vriend vertellen dat je zwanger bent of iemand zwanger hebt gemaakt. Ik hoop echt dat er echt serieuze inzendingen komen. Ja. Echt serieus gaan doen. Het was nu een beetje mild, maar laat dus diegene zo lang mogelijk geloven dat het echt waar is. Blijf erin meegaan. Dit kan nog wel. Dit hoef je ook niet te faken, want deze valt nog wel mee. Dit is ook gewoon leuk om te doen. Zet diegene juist neer. Deze heb ik zo vaak met mijn vrienden gemaakt. Je hoeft alleen gewoon een cameraatje neer te zetten. Ja. Film niet dat je met iemand aan het bellen bent. Film diegene in real life. Houd zo lang mogelijk vol. Dan gaan wij er de volgende keer op reageren. Blijf nog even hangen jongens, want ik ga jullie zo vragen om te stemmen voor de televisie. Ik ga het nog één keertje uitleggen, maar voordat we dat doen willen we bekendmaken wie er heeft gewonnen. De inzending die gewonnen heeft is... Numero uno. Uno. En trouwens, ja, we zeggen al één, maar toch vind ik dat meisje met die startable wel het realst. Jij bent de legend. Ik vind jou vet cool. Ik vind jou schattig. Ik wens je succes. We hopen dat je de beste gaat zijn in het paardenspel. En nu willen we je vragen om de video niet weg te klikken, maar alsjeblieft... Stem op de televisier. Jij kan het verschil maken. Elke stem telt. En als we bij de beste drie zitten, dan mag Space daar al op de rode loper staan. En namens Space, mezelf en iedereen die betrokken was met Space of Space, keihard aangewerkt door iedereen. Ja, heel fucking veel hebben jullie daarvan genoten. Dus ik wil je gewoon vragen, ga stemmen. We gaan nog één keer vertellen hoe het moet. Wat moet je doen? In de beschrijving van deze video zit een linkje. Ja, daar klik je op. En dan ga je naar de website van televisier. Als je gaat stemmen, moet je dus op alle 7 de dingen stemmen. En wat belangrijk is, Space zit onder kopje 5. Wat je bij al die anderen doet, maakt ons niet uit. Je kunt een blanco stem invoeren, wat betekent dat je op niks stemt. Maar bij 5 stem je op Space. Zoek Space. Alsjeblieft. Stem op de serie Space of Space. Dan ga je helemaal door. Wat dan heel belangrijk is dat mensen naar de mailbox gaan voor het... Wat? Om het bevestigen, want anders telt je stem niet en heb je alles voor niks gedaan. Ja. Dat zou super zonde zijn. Dus je moet die mail accepteren, anders telt je stem niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En laat het ons lekker weten via social media. Laat Space weten, laat mij weten als je hebt gestemd. Super makkelijk. En hopelijk staan wij niet op 3. En dan staat Space op de rode loper helemaal strak in park. Dat was zo'n leuk video dan. Denk dat jij er was? Dat gezellig. Wat moeten mensen doen? Mensen moeten nu video liken en natuurlijk abonneren. Maar het belangrijkste is stemmen op Space. Zoek Space. Nou, kijk, ik zie je in de volgende video. Abonneer, duimpje omhoog. Ciao, ciao.